Eurosport. Er gaan geruchten rond dat Koen Ties vertrekt bij FC Twente en richting Amsterdam gaat. Een reportage vol van NOS Studio Sport. Het is 10:00 in de ochtend wanneer de ploeg van Steven Kerren zich klaarmaakt voor de eerste training van het nieuwe seizoen. Ook sterspeler Koen Ties is aanwezig. Maar of hij bij Twente blijft is nog onzeker. De clubs zullen er al uit zijn, onderling. Maar Koen Ties beweert van niet. Ook Steven Kerren wil duidelijkheid over de kwestie rond Koen Ties. Al heeft hij tijdens de trainingen geen interesse in de journalisten of Koen Ties wel of niet weg is. Hij traint Koen dan ook gewoon als alle andere spelers bij FC Twente. En ook de supporters hebben een mening klaar liggen over de transfer richting Amsterdam. Ik Rommel, die brief van hier aan Nina. Ja, dat zei je moeder gisteravond ook al. Om al geruchten de wereld uit te helpen, spraken wij na afloop van de training met Koen Ties over de mogelijke transfer richting Ajax. Koen. Zouden wij van NOS Studio Sport even een vraagje mogen stellen? Ja. Koen, er gaan geruchten rond dat jij naar Ajax kan vertrekken. Kloppen die geruchten of blijf je liever bij Twente? Ja, daar kan ik me niet over uitlaten. Twente is wel mijn droomclub en daar ga ik niet zomaar weg. Dus. Ja. Daar heb je zeker zo'n Ajax-boekje aan, dan niet daar. En of deze support van FC Twente gelijk heeft, wellicht weten we morgen meer. 7:00, dan zijn we er weer en wellicht meer informatie rond de transfer. Koen Ties, gaat hij wel of niet naar Amsterdam? We zien het morgen. Een prettige avond. Hallo en welkom bij NOS Studio Spotted. Vandaag is de nieuwe speelronde in de Eredivisie begonnen. Ajax speelde thuis tegen FC Twente. Een beladen duel, zeker nu Koen Ties is overgestapt naar de ploeg uit Amsterdam. Hij stond ook in de basis, een verslag volgt. En dan de wedstrijd Ajax-FC Twente. Koen Ties in de basis bij Ajax. En de frustratie van FC Twente is groot dat hij toch is vertrokken. En dat blijkt hier. Wat een verschrikkelijke overtreding. Hij schijnt bij blind of zo, joh, idioot. En dan de penalty van Ajax. En Koen Ties lijkt hem te gaan nemen. Ik denk, hier is aanloop. Spannend moment. En wat een goal! Wat een goal! Dat is ongelooflijk! Hier zien we die herhaling. Koen Ties achterstand bij een keeper is kansloos. Schitterend gedaan. Ja, die ontlading bij Koen is groot. Dat lijkt me duidelijk. Zo'n eentje scoorde maar één keer in je carrière. Schitterend moment in de wedstrijd. Koen Ties 1-0 Ajax. De supporters van FC Twente zijn woedend. Die meegeren zijn gereisd naar Amsterdam. En wat gebeurt hier? Oh, ze gaat het veld op. Oh, die loopt helemaal uit de hand. De camera wordt neergeslagen en het zal toch niet? Jawel, Koen Ties wordt hier aangepakt. Daarvoor zijn ze gekomen. Ja, de boede is groot op dit moment. Koen Ties wordt helemaal met de grond gelijk gemaakt. Someone that makes me feel seasick. Oh, what a skill to have. Oh, what a skill to have. So many skills that make her distinct.